ik zag hem totaal niet aankomen. Hij was echt helemaal uit het niets dat ik dacht, dit gaat niet over mij. Ik had totaal geen pijn in mijn darmen, wat heel veel mensen wel hebben, maar dat had ik dus niet. Maar wel inderdaad al een jaar of twee hele vage klachten. Dan was het einde verhaal geweest al, want uiteindelijk is het in twee jaar zo hard gegroeid, zo agressief met uitzaaiingen. Ja, volgens de artsen was dit dus al die twee jaar gaande. Ik had het niet overleefd. Die leeftijd verlagen naar 50, ja, ik juich het toe. Ik zou zeggen, doe het niet alleen voor de mensen die het treft, maar ook voor de zorg. Want uiteindelijk is dit veel gunstiger, omdat er mensen dan veel eerder bij zijn als er echt iets fout is.